Tot deze hoogte zou het beton voor de fundering van de brug eigenlijk gestort moeten worden. Maar de laag beton werd hoger en hoger. En het betonijzer stak er nog een heel stuk bovenuit. Ik denk als daar ook nog weer beton ingestort wordt en dan de brug er bovenop, ja, dan mogen ze een lift hebben als ze op de brug willen komen. Henk Vonder woont vlakbij de nieuwe brug. Hij ontdekte de fout vorige week en sloeg alarm. Ja, dat is eigenlijk zeer pijnlijk, ook lastig, omdat ja, die heren die hebben natuurlijk allemaal tekeningen. Er zal ergens een schoonheidsfout gemaakt zijn, alleen het viel hun niet op. De nieuwe brug is onderdeel van het herstel van de vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel. Daarmee moeten de kanalen en bruggen weer net zoals vroeger worden. Maar door de fout kunnen de bootjes nog wel even wachten voordat het zover is. We laten de brug 40, 50 centimeter, of tenminste de fundering van de brug 40, 50 centimeter zakken. We maken hem lager, waardoor de omwonenden aan beide kanten van de brug er geen last van kunnen hebben. Opdrachtgever voor de nieuwe brug is de provincie Drenthe. Die geeft toe dat de brug verkeerd is gemeten. De bouwtekeningen die de aannemer heeft gekregen klopten dus niet. De schade is zo'n 10.000 euro. Bovendien loopt het project weken vertraging op. Tot grote ergernis van Vonder, die een minicamping bij zijn huis heeft. Ze zijn precies begonnen omstreeks de Pasen. En de Pinksteren waren naar de knoppen. En de klanten, de gasten, de ene afzegging naar de andere binnen. De provincie hoopt dat de brug eind september helemaal klaar is. De campinggasten kunnen dan weer ongestoord van hun rust genieten.